Rijn Koolwijk, alweer een tijdje ben je terug in, uh, in Nederland en vertrouwde omgeving. Nou, ja, vertrouwd weer, om het zo maar te zeggen. Ja, zeker. Um, ja, allereerst, hoe is het met je? Ja, goed. Uh, ik voel me goed, uh, voel me fit. Uh, blij om weer terug in Nederland te zijn. En uh, ja, vooral blij om weer uh, bij mijn gezin te kunnen zijn. Ja. Kan je uitleggen hoe het was in maart? Hè, de berichten kwamen binnen, het coronavirus kwam eigenlijk Europa binnen. Jij zat in Slowakije bij Trentino voetbalje. Hoe kwam dat nieuws tot jou? Uh, nou ja, ik denk, uh, zoals bij iedereen, uh, ja, hetzelfde. Wel ongerust, moet ik zeggen. Wel een beetje stressen. Van ja, uh, wat is het? Uh, hoe, kan, hoe, kan je, uh, ja, hoe kan je het krijgen? Uh, wie kunnen het krijgen? En uh, natuurlijk uh, extra lastig, omdat je niet bij uh, je ja, familie kan zijn. En uh, ja, dat maakt het wel heel moeilijk. Ja, want dan komen er ook berichten van de grenzen gaan dicht. En uh, had je dan meteen al de twijfel? En van ja, ik wil eigenlijk nu gewoon bij mijn familie in Nederland zijn? Of had je zoiets in het begin. Van, nou ja, ik ben profvoetballer, ik heb hier mijn werk, dus ik blijf hier. Nou ja, ik wou het liefst gelijk terug, natuurlijk. Ik denk, zoals bijna elke speler, denk ik wel in het buitenland, uh, die niet met zijn gezin is. En uh, nou, dat heb ik ook aangegeven. En hun gaven ook uh, gewoon uh, ja, begrijpelijk aan: van nou, het is nog niet duidelijk wat er hier met de competitie gaat gebeuren. Nou, als je het land uitgaat en je wilt terug naar Slowakije, moet je verplicht twee weken in quarantaine. Dus ja, uh, ja dat gaat lastig worden met trainingen. Dus uh, we moeten even afwachten wat er gaat gebeuren met de competitie. En dan als daar duidelijkheid over is, dan, uh, ja, dan uh, gaat het allemaal goed komen. Dus ja, daar had ik wel begrip voor. En wanneer besloot jij om uiteindelijk toch terug te gaan naar Nederland en daar je contract te laten ontbinden? Nou, op een gegeven moment gaat het natuurlijk langer duren. Langer, langer, langer. Uh, volgens mij hadden ze in België besloten om niet meer door te gaan. Uh, in Slowakije bleef het allemaal. Uh, ja, hadden ze nog geen duidelijkheid, uh, vervolgens uh, kwam de club ook met, ja, uh, iedereen moet inleveren en uh, dat was begrijpelijk, iedereen had daar begrip voor en daar stonden we voor open om over te praten. Maar vervolgens besloten hun uh, ja, gewoon om, om zelf percentages, uh, uh, zeg maar, te binden aan, aan, aan spelers. Dus niet, niet iedereen hetzelfde vast percentage, maar gewoon verschillend. Uh, Waar moet ik dan aan denken? Nou ja, tussen de 20 en 50 procent. Uh, en bij mij zat het uh, rond de 50 procent. En toen zei ik van, uh, als dat het geval gaat worden, ik ga daar sowieso niet uh, mee akkoord. Maar uh, ja, uh, veel uh, contact met mijn zaakwaarnemer gehad. En, en ja, juridisch gezien zeggen ze van, ja, je staat gewoon in je recht. Maar ja, nu met het coronavirus uh, weet je niet wat er gaat gebeuren. En uh, toen had ik zoiets van, nou uh, ja... Uh, als jullie dat willen doen, dan uh, wil ik naar huis. En uh, dan uh, gaan we gewoon even zitten om te kijken: van hoe kunnen we er netjes uitkomen? En uh, dat is gelukkig gelukt. Ja, dus dat was één reden, maar voor mij was het ook een reden. Uh, zag ik op jouw social media dat, dat je uh, je kinderen je mist, hè? En, je, ja. en andersom. Ja, klopt. Uh, nou, voorheen was het natuurlijk al dat ze me misten. Maar om de, om de twee maanden zagen we elkaar, Interlandweekenden en uh, vakanties van school, uh, kwamen ze mij richting op. En uh, ja, toen school verviel en uh, het voetballen ook thuis, zeg maar hier uh, in Lekkerk, ja, toen werd het voor hen natuurlijk ook wat lastiger. Gingen ze wat meer aan mij denken, dan kreeg ik wat meer telefoontjes in de avond met de huilende kinderen. Ja, en dan vraag je op een gegeven moment wel af: van, ja, waar ben ik mee bezig? Ik bedoel, uh, ik weet waarvoor ik uh, naar het buitenland ben gegaan, naar Slowakije ben gekomen. En uh, ja, als je op een gegeven moment ook niet meer kan voetballen, ja, dan, uh, dan wil je gewoon lekker naar huis. Ja, en dan uh, ga je hier, uh, kom je hier weer wonen, dan zoek jij een club. Dan denkt iedereen natuurlijk meteen, die gaat hier bij excelsior voetballen. Maar dat is het niet geworden. Dat is het niet geworden, nee. Kan je je keuze voor Almere uitleggen? Nou ja, Almere uh, had al contact met me opgenomen toen ik nog in Slowakije zat. Uh, toen had ik wel aangegeven, ik wil eerst lekker even terug naar Nederland, naar mijn familie, even van mijn familie genieten. Uh, toen hebben we een afspraak gemaakt, en ben ik daar langs geweest. En uh, ja, mijn gevoel was eigenlijk gelijk goed. Uh, een club met heel veel ambitie. En uh, ja, dat uh, staat me wel aan. Ja, want uh, het, het klinkt misschien wat klein hè, ze hebben natuurlijk andere uh, namen gehad. Het is, het is, maar De laatste jaren doen zij gewoon in de top van de eerste divisie mee. Klopt. Uh, mijn eerste gevoel bij Almere was inderdaad ook, ja, Almere City, kleine club. Nou, een beetje wat ik Excelsior met Feyenoord had, zeg maar. Nou, dat is uh, al lang niet meer zo. Uh, ze zijn uh, het stadion aan het verbouwen. Uh, nou, eigenlijk alles wordt verbouwd, alles ziet er gewoon. Uh, nou, denk ik, als ik, uh, ik heb nu al NSC gehad, ik heb bij Excel gevoetbald. Nou, ik denk zeker eerder ziet alles eruit. Uh, de club is gezond en, en buiten, buiten dat allemaal de ambitie. In de laatste vijf jaar, volgens mij, spelen ze play-offs. Uh, bijna, uh, voor mij twee, een paar jaar geleden bijna gepromoveerd. Uh, en ze willen nu binnen, binnen een aantal jaren ook promoveren. Dus ja, dat uh, klinkt allemaal mooi. Hoeveel jaren ben jij erbij? Want uh, je bent inmiddels 34. Ja, nou, ik hoop nog een aantal jaar. <laughs> uh, ik heb getekend voor één jaar met nog een optie voor een jaar. Dus uh, we gaan kijken. Is dat weer met, uh, zoals bij Excelsior bijvoorbeeld, van dat je in de eredivisie dat het dan verlengd wordt? Of heeft dat dus niks mee Nee, heeft er niks mee te maken waarom heb je uiteindelijk um, um, daarvoor gekozen en niet bijvoorbeeld bij Excelsior uh, terug te keren? Want uh, ja, mm -hmm. iedereen kent jou als een uh, mis Excelsior ja. misschien wel van de laatste jaren. Nee, heel simpel, omdat Excelsior uh, ik heb geen contact gehad met Excelsior, dus uh, die keuze was er niet. En uh, ja, ik denk dat dit gewoon een mooie keuze voor mij is om, om mijn carrière uh, af te sluiten, denk ik wel. Dus uh, ja, het liefst had ik uh, met Excelsior nooit gedegradeerd en bij Excelsior afgesloten, maar dat was helaas niet zo. En uh, ja. Onder andere daardoor zijn onze wegen zeg maar, gescheiden. En uh, ja, is het, uh, is het zo zoals het nu is? Ja, want uh, Luigi Bruins bleef uiteindelijk. Uh, jij niet, je hebt ook wel eens interviews gegeven dat je daar best wel van baalde dat, uh, dat Excelsior uiteindelijk niet bij jou toekomt. Toen heeft Excelsior zei: van ja, nou ja, luister, uh, we hebben toen een afspraak gemaakt uh, van de clausule in het contract. En dan, ja, ja, uiteindelijk is, zijn we er niet uitgekomen. Dus ook no hard feeling verder. Maar ik merk er, jij toch een beetje toch? Niet helemaal lekker is gegaan. Oh nee nee, geen hard feelings, maar de, je zegt er niet uitgekomen. Dat dat klopt niet. Ik uh, uh, inderdaad stond, in, stond er gewoon in mijn contract dat ik een clausule had. Uh, mochten we degraderen. En uh, ja, ik heb wel aangegeven dat ik graag zou willen helpen om, om, uh, om uh, de club weer naar boven te brengen, natuurlijk. En uh, ja, je merkt natuurlijk wel dat heel veel mensen het verhaal niet kennen en dan gelijk uh, gaan zeggen van ja. Hij, uh hij is geen clubman, maar ik denk dat ik, ik ja, samen met Luigi juist clubmensen zijn. En uh, ja, dat ik het daarom juist jammer vind dat ik uh, dat ik niet ben gebleven. Maar uiteindelijk is dit, staat dat achter me. En dan uh, ja, ben ik nu gewoon super blij met een nieuw avontuur in Nederland. Nee, ja, natuurlijk. Maar als dijfman, wat, wat was het dan het punt waardoor het uiteindelijk stuk liep, zeg maar waardoor jij niet kon blijven? Nou, goede vraag. Ik heb nooit meer wat gehoord, dus uh, ja, dat is het. Ja. Ja, dat kan, maar, dit is toch, ja, dit is toch jouw club? Ik bedoel. Nou, ja, maar dat, dat is. Uh ja dat is ook wel iets wat je zegt dus uh, ja ze zeggen clubliefde voor altijd en uh, clubliefde is er zeker maar uh, ja is dat er altijd van twee kanten uiteindelijk denk ik dat, uh, dat de liefde er altijd is uh, als het goed gaat en, uh, en als je goed presteert en uh, nou, ik denk dat ik uh, in mijn uh, laatste periode bij ik zelfs geen uh, geen goede fase had en uh, ook met wat blessures nou trainerswissel uh, nou dat het gewoon met de club helemaal niet zo goed liep en uh, ja dan uh, blijkt het dat uh, ja, de clubliefde niet altijd wederzijds is. Nee, ik zeg het ook omdat ik even in het archief ben gedoken en toen uh, kwam ik een, een item van ons tegen. Uh, tien jaar geleden inmiddels. Uh, Ryan Koolwark haalde zijn HBO-diploma. Oh, tien uh, jaar geleden, oké. Okay. Yeah. Ik dacht dat je, dat je over uh, de wedstrijd uh, Sporting. Uh, gaan we het zo doen? nog even over oh, okay. <laughs> Nee, Dat was daarna uh, haalde jij je diploma en uh, toen zei je ook, uh, eh, commerciële economie, geloof ik, uh, dat je wel bij Excelsior iets daarin zou willen doen. Yeah. Ja. Is dat dan ook door dit. Da Daan heeft een plekje ingepikt. Hè? Dus bij deze Daan over een paar jaar. Uh... En wellicht daar wel je ambitie dan niet per se nou... bij Celsius, maar bij een, een voetbalclub om uh, de, de commercie in te gaan? Nou, ja, maar dat is ook wel iets wat, uh, waar ik met met Almere City over heb gesproken. En uh, waarin heel erg open zijn en maar graag willen helpen. En uh, ja, dat klinkt super positief, ja. Ja, en, uh, maar op welke termijn dan? Moet, moet ik dat dan zien? Ga je dan bijvoorbeeld dit seizoen al meelopen? Of... Nou, hun hebben aangegeven dat hun voor alles openstaan en voor alles willen meedenken. En uh, ja, dat hun er inderdaad nu al voor openstaan om, om, uh, ja, om, dingen, om aan dingen te proeven voor mezelf. En uh, ja dat vind ik gewoon superleuk. En uh, ja, daar ben ik heel erg benieuwd naar en heel nieuwsgierig naar. Ja. Ben je er achteraf ook misschien wel extra blij mee dat je toen die opleiding hebt afgemaakt? Omdat veel voetballers ervoor uh, kiezen om om profvoetballer te zijn. Uh, ben je dan blij dat je toen al het besef had van ja, maar er komt ook een periode na. Maar ja, je... sowieso super blij. Ik bedoel, uh, ik denk dat ik dat ook wel te danken heb uh, aan mijn ouders. Die, die altijd wel gezegd hebben van ja, uh, hoe groot is de kans dat je ooit profvoetballer zou worden? Nou, ik was uh, 21 toen ik mijn debuut maakte. Dus ja, uh, toen moest ik uh, uit mijn hoofd nog één of twee jaar om, om mijn opleiding af te maken. En dat wou ik gewoon niet weggooien. Dus uh, ja, daar ben ik achteraf zeker uh, blij mee. Tot slot, 16 mei 2010. Ja. Wij hebben een. Uh, een Terugblik gedaan met Kion uh, met van Anders onder andere en met uh, Aten Mos ook, uh, de Sparta-kant. Ja, voor jou, denk ik, onvergetelijke dag. Ja, zeker. Ik bedoel, uh, dat was is uh, het ja, nu twee weken geleden. Wat is het? Ja. een week? Ja, uh, ik heb natuurlijk de beelden ook gezien. En dan uh, ja, dan praat je ook wel eens even uh, gelijk weer even met elkaar met Guillaume, onder andere. Van ja, het waren mooie tijden. En uh, ja, dat is, geeft natuurlijk een speciaal gevoel. En uh, achteraf uh, had ik er ook nog met vrienden en een vriend van mij is een. En, uh, een groot Sparta-fan. Dus uh, daar had ik het uh, toevallig van het weekend nog over. Of uh, vorig weekend, dat, uh, ja, dat het eigenlijk best wel speciaal is. Dat uh, als je kijkt naar het team wat Sparta had. Buiten wat ik moet zeggen dat wij ook gewoon uh, een kwalitatief goed team hadden. Uh, als je kijkt waar de jongens uiteindelijk geëindigd zijn. Maar als je dat bij Sparta-team even gaat kijken. Dan, uh, ja, dan vind ik dat best wel apart. Inderdaad, dat wij daar uh, gewonnen hebben achteraf. Ja, zei. De druk was voor Sparta zoveel doordat ze zo'n grote talentenpool hadden, zeg maar. en de, natuurlijk de grotere club, dat dat, 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 dat ermee te maken had. Dat jullie eigenlijk dachten: van ja, als wij promoveren, tuurlijk willen we, maar voor ons was het eigenlijk min of meer een bonus en Sparta moest echt. Nou, dat, dat, dat klopt ook wel. Ik bedoel, uh, nou, ik heb nu een aantal keer zulke wedstrijden gespeeld. En als je natuurlijk jong bent, dan uh, het is het sowieso lastig. En vooral als je jong bent. En, uh, uh, ik moet zeggen dat Alex Pastoor toen eigenlijk al voor de wedstrijd zei: van jongens, wat er ook gebeurt, iedereen neemt zijn uitgaanskleding mee. En uh, we gaan een feestje vieren, want het seizoen is voor ons sowieso geslaagd. Dus natuurlijk zat er bij ons ook druk op, maar vele malen minder dan uh, bij Sparta. En. Uh... Ja, dat is denk ik ook wel uit de wedstrijd gebleken, want ik heb hem teruggekeken en uh, kwalitatief was het niet, uh, niet hoogstaand. Wel spannend. Het was wel spannend, dat wel. En welke, hoe hoe uh, rangschik jij die wedstrijd in jouw carrière? Is het dat, is dat de mooiste, is het de top drie? Uh, ja, puur qua wedstrijd uh, staat hij wel uh, zowel als mooiste natuurlijk, omdat, ja, omdat het gewoon uh, alles bij elkaar, alles in die laatste minuten. Ja, dat is gewoon heel speciaal en dat zal je nooit meer vergeten. Maar eh, wat ik in Slowakije heb meegemaakt met uh, twee keer de dubbel, dat is ook heel speciaal. Ja, dus dat is sportief misschien. En dan dat, uh, dit is echt op één wedstrijd gebaseerd. Ja. ja. Was het deze. Ja, nou, misschien schrijf je het eind van dit seizoen, uh, het komende seizoen van geschiedenis, door Excelsior uit de Eredivisie te houden met Almere. Dat nou ja, laat ik uh, voorop stellen dat ik hoop dat we allebei uh, naar de Eredivisie gaan. Het kan, hè? Twee dus, tegenwoordig. Dus, uh, 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 ja, uh, dat uh, zou het mooiste scenario zijn. Maar uh, ja, anders uh, moeten wij het zijn natuurlijk.